In januari 2004 werd dit nieuwe, circa 24 hectare grote natuurgebied bij Oud-Beierland geopend. Het gehele gebied is vrij toegankelijk voor publiek. De akkers die in het natuurgebied liggen zijn in november 2003 voor het laatst geoogst. Oogstresten zijn niet ondergeploegd en hebben zo'n 2000 ganzen aangetrokken die zich te goed doen aan dit feestmaal. De staart ligt aan de Oude Maas. Direct ten noordoosten van Oud-Beierland, pal tegen het industriegebied De Bossen en de woonwijk Oosterse Gorssen aan. Het gebied ligt buiten dijks, maar heeft door de opspuitingen hetzelfde niveau gekregen als de dijk. De staart ligt aan de Oude Maas en het Spui, een van de vele riviertakken in de delta van Rijn en Maas. Ooit waren de oeverlanden onbedijkt en overstroomden ze twee keer per dag bij vloed. Toen lagen er zandplaten en slikken, deels begroeid met biezen en riet. Vanaf de middeleeuwen werden gebieden zoals de staart ingepolderd en in gebruik genomen. In de beginjaren 70 werd de staat opgehoogd met havenslip, waardoor het terrein nu meters boven de gemiddelde waterstand in de Oude Maas ligt, even hoog als de waterkeer om de dijk. Een klein deel is aan de opspuiting ontkomen en in 1998 vergraven, waardoor eb en vloed weer vrijelijk in en uit kunnen stromen. Hier en in de oeverzones langs de rivier zijn waterstandsschommelingen van 1 tot 1,5 meter geen uitzondering. De gemeente Oud-Beierland heeft samen met het Hoeksewaards Landschap dit natuurgebied gerealiseerd als compensatie voor het industriegebied De Bossen. Spontane ontwikkeling staat centraal en om de natuur een extra impuls te geven is er een kleine kudde Schotse hooglanders uitgezet. Hierdoor ontstaat een gevarieerd landschap met daarin honderden planten die van nature thuis horen in de hoger gelegen delen van de delta. Er is ruimte voor tal van insecten, vogels en zoogdieren. De staart zal zeker groeien in de nabije toekomst. Het is zeker de moeite waard om een kijkje te gaan nemen.